Hoi hey allemaal, leuk dat je weer kijkt. Dit is de nationale biedwedstrijd van Bid72, week 14. Bob en ik hebben de handen weer geboden. En ik ga jullie meenemen naar hand 1. Ik vond het zelf wel een lastige kaart, want ik heb een prachtige kaart. Punt of 19 met 5 schoppen en 5 ruiters. Maar Noord opent 2 harten, dus ze maken mij het leven moeilijk. Bob past en Zuid biedt 4 harten zelfs. Ja, wat moet je in zo'n geval doen? Nou, ik weeg een beetje mijn opties af en hoe mijn partner dingen zal opvatten. Ik denk, ja, ik heb een twee-kleurenspel. Vaak kun je dan Vier zanten toe bieden. Maar hier is Vier zanten toe eigenlijk echt wel de twee lage kleuren: Klaver en Ruiten. Uh, ik kan vier schoppen bieden. Maar ja, dat toont eigenlijk toch wel meer een eenzijdige kaart met veel schoppers. Um, en wat blijft er over? Wat er overblijft is uh, doublet. En. Doublet is natuurlijk wel wat gevaarlijk, je weet niet precies wat je partner gaat doen en of je een fit gaat vinden. Maar ik denk wel dat dat bijna een beste optie is om mijn kaart zo goed mogelijk te tonen. Ik heb een hoop punten en ja, partner, zeg jij maar waar je denkt waar we het beste kunnen spelen. Partner biedt vier schoppen. Ja, dat is natuurlijk wel een soort jackpot voor mij. En hier pas ik op, want schoppen is ook daadwerkelijk mijn beste kleur. Dit was de kaart van mijn partner. Maar als je hier kijkt naar. Hier zie je het resultaat: uh, 80% zit in, uh, in uh, vier, uh, vier schoppen. Ik heb gekeken wat het meest populaire biedverloop was. Het meest populaire biedverloop is toch. dat er met mijn kaart in West vier schoppen is geboden. Uh, dat is echt 200 zoveel keer gebeurd. Uh, ja, voor die mensen is dat goed om te realiseren: van ja, hier zou doublet. Een goede optie, of in ieder geval een betere optie, eigenlijk uh, zijn. Want partner heeft niet altijd zo'n mooie vierkant schoppen. Dus bij deze. Ik zeg: Dankjewel voor het kijken. Wij doen, Bob en ik doen lekker weer mee met de komende week. En veel succes met de biedingen van deze week. Te de goedjes. Doei, doei.